Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolken boven het noorden en oosten van het land. Ook boven de Noordzee zit veel bewolking, maar de rest van het land begint de dag met veel zon. In de loop van de ochtend ontstaan er hier en daar wat stapelwolken, terwijl de bewolking in het noordoosten juist wat afneemt. Er ontstaan dus flinke zonnige perioden en blijft overal droog. Vanmiddag temperaturen van zo'n 17-18 graden in het noorden, 20 graden in het midden van het land en zo plaatselijk 21-22 graden in de warmste regio's. Blijf droog en we houden een mix van zon en wolken. Vanavond tijdens de wedstrijd 16 tot 20 graden. In de loop van de avond daalt het kwik uiteraard langzaam verder, maar er is veel zonneschijn en slechts een paar wolken. Morgen krijgen we ander weer. Het trekt dan een zwakke storing over het land en die zorgt voor meer wolken en enkele buien. Zwaarste buien trekken over het noorden en oosten van het land, maar ook in het zuidwesten kan best een enkel buitje vallen. Woensdag, misschien in het noordoosten, nog een bui, verder opnieuw weer een zonnige periode en temperaturen van 17 tot 20 graden. En ook donderdag en vrijdag hebben we temperaturen rond of iets boven de 20 graden en er blijft een kans op een bui, vooral op vrijdag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.